eerste, Ja, volgens ik mij. weet wel eentje, maar ik weet niet hoe die heet. Met die zo'n steen met twee van die armen die zweeft. Geodude! Hallo kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien, zijn we weer op Skyblock. Alleen, één ding zal jullie gelijk opvallen, we zijn op een heel ander eiland. En dat heeft er eigenlijk mee te maken, veel mensen was het al opgevallen, zeg maar. Skyblock Shadow is dus verwijderd. Ja. Yep. Maar goed, we zijn dus nu op Skyblock Earth, voor de mensen die het willen weten. Ik ben hier natuurlijk weer samen met Remco. En ja, het is een beetje jammer, want we waren al best een eindje op weg natuurlijk. We hadden al een Diamond Pickaxe en weet ik veel allemaal. Maar we moeten dus nu weer een soort van, ja, opnieuw beginnen. Wat niet erg is, of course, maar... Ik vond het alleen het andere eilandje wel mooier, zeg maar. Ja, ik vond het andere eilandje mooier, want je had meerdere eilanden waar je naartoe kon gaan. En dat heb je dus hier weer niet. Je hebt nog meer maps. Misschien dat wij nu een map doen en dat kijkers nu zeggen van... Ja, maar die map is veel leuker en daar kun je veel meer dingen doen en weet ik veel allemaal. Ja, dat zou kunnen. Maar wij hebben toch voor deze gekozen. We hebben een beetje rondgekeken, maar je hebt natuurlijk niet oneindig veel resets, om zo maar te zeggen. Dus je moet elke keer weer opnieuw die dingen doen natuurlijk. En ja, we waren gelukkig met z'n tweeën, dus we konden meer eilanden bekijken. Maar ja, we zijn dus op... Welk eiland was dit ook weer? Dit is Farmhouse. Oh, Farmhouse. Nou ja, dit is Farmhouse. Deze hebben we eigenlijk gekozen omdat we hier direct wortels hebben. Hebben we gelijk gewoon een beetje degelijk voedsel. Je wortel doet maar één als het goed is. Maar ja, ik bedoel, je blijft ze de hele tijd maar doorproduceren. Dus ja, dat is fucking chill. Ja, we moeten alleen wel weer opnieuw beginnen. En wat mij trouwens ook opviel... ik denk, brabbel het er nu gelijk allemaal maar eventjes uit. Ik had natuurlijk aan het begin van deze serie gevraagd of jullie... onderwerpen voor ons achterwouden laten, waar wij dan in de video over konden praten. Want ja, ik kan er natuurlijk zelf kan ik er wel een paar opnoemen, maar we zijn ondertussen 6 afleveringen verder natuurlijk. Dit is de 7e aflevering volgens mij. En ja, dan heb je al heel veel dingen al wel gehad, weet je wel. En dan moet je toch weer even na gaan denken van, ja. Maar ja, het is in ieder geval wel anders geworden. Ze hebben blijkbaar heel Skyblock ook geüpdate. Heb ik het idee, want een paar dingetjes waar ik nu al niet tevreden over ben. de AFK-kick met name, want je kan gewoon, ik moet gewoon nu af en toe eventjes zo springen en dan weer teruggaan naar mijn cobblestone generator. Want anders kan ik niet fijn gewoon minen, want dan word ik gekickt voor AFK, terwijl ik eigenlijk wel aan het minen ben. Ik snap het wel, want je hebt natuurlijk mensen die een autoklikker kunnen gebruiken of iets op hun muis leggen, om zo maar te zeggen. Want als jij zeg maar een wijze van, ik zou nu mijn mobiel op mijn muisknop leggen, dan zou ik automatisch gaan minen. Dus dan kan ik eigenlijk oneindig doorgaan en ja, heb ik zo meteen, heb ik weet ik veel hoeveel diamonds en dat maakt het ook niet echt leuk. Ja, heb je genoeg iron eigenlijk? Ja, ik heb genoeg iron voor 2 pickaxes zelf, dus ik, moet alleen, ik heb nog wat hout hier zo, dat heb ik van mijn eiland meegesmokkeld net. Ja. Heb je 4 sticks in zitten al, man. Oh ja, ik heb er nog meer. Maar ja, dan moeten we dus wel weer opnieuw beginnen, wat op zich niet echt een probleem is. Want eigenlijk draait deze serie toch meer over waar wij over praten, zeg maar. En ja, ik zag wel één dingetje waar we het niet echt over hebben gehad. Ja, wel als serie, maar Pokémon. Was jij vroeger iemand die veel Pokémon speelde? Nee, totaal niet. Nee, echt niet? Nee, ik weet ook vrij weinig van Pokémon. En Ja, ik was echt iemand die, ja, ik heb echt no life gespeeld. Ik kan me nog herinneren dat ik mijn Pokémon Leaf Green was dat. Dat was zeg maar een van de spelletjes uit 2008 ongeveer, denk ik. Durf het niet zeker te zeggen. Maar daar had ik iets van 350 uur playtime in, zeg maar, in een Pokémon spel. Want, ja, like... Ik was echt verslaafd aan Pokémon, zeg maar. Echt gewoon verslaafd, kan ik bijna wel zeggen. Want we gingen dan op vakantie, bij wijze van. En wat nam ik mee? Sowieso mijn Game Boy met mijn Pokémon spelletjes. Zodat ik gewoon lekker Pokémon kon gaan spelen. Op het strand deed ik het dan. Of aan het zwembad ging ik gewoon Pokémon zitten spelen. Ik heb nog foto's van een oude vakantievriend, zeg maar. Dat ik samen met hem, met mijn Nintendo, of met mijn Game Boy zelfs nog toen. Op het zwembad lag, zeg maar. Heb je nog een iron trouwens? Ik heb nog een iron voor jou.
Ah, en ik heb ook nog hier zo deze nog. Hop, dat is makkelijker. Ah, die hebben we ook, ja. Maar ja, Pokémon is voor jou dus helemaal niks. Kun je de 10 opnoemen? Pikachu. Dat is 1. Snorlax, of course. Dat is 2. Lickitung. Ja, dat is 3. Bulbasaur. 4. Wacht, Squirtle. En 5. Charizard. 6. Onix, oké, okay, 7. Dit is heel moeilijk. wacht. Ik heb Pixelmon gespeeld op jouw server. Wacht, ik weet het. Je zit op 7. Kom op, dat kan beter. Mr. Mime, oké, okay, 8. Oh, hoe heet hij er ook weer? Deoxys. Deoxys, 9. Shit. Ik weet het. Nee, wacht. Veel te moeilijk allemaal. Ja. Je mist zelfs nog een Charmander. Oh ja. Die mag je nu niet meer gebruiken, maar 9 nog steeds. ik weet er echt nog wel eentje. Moet je alleen geduld hebben, oké? Okay? Als je aan het eind van de episode vraagt of ik er nog geen weet, dan heb ik hem, oké? Okay? Krijg je er echt niet één uit? Eentje! Pikachu heb ik al gehad. Heb je Pikachu gezegd, volgens mij? Ja. Ja, Pikachu was als eerste, ja, ik weet wel eentje, maar ik weet niet hoe die heet. Met die, zo'n steen met twee van die armen die zweeft. Geodude! Ja, dat okay, ik. Ik tel hem mee. Yes, ik weet het. Ik tel hem mee. Oké, 10 Pokémon. Je hebt hem gehaald, ongeveer. Yes. ik weet niet of je die stream toen had gezien. Iemand die vroeg aan mij van, wil je dit eens een keer doen? Hessel was dat. En toen stuurde je een link en dan had je zeg maar alle 151 Pokémon uit de eerste generatie, moest je dan invullen. Ja. En voor mij had ik de eerste keer 86% of zo. Jemig. Dus kun je nagaan. Ik had ze gewoon 86% van alle Pokémon uit generatie 1 kon ik gewoon opschrijven. Opschrijven moest ik het. Ja. En de tweede keer dat ik het deed, ja, en dan onthoud je er natuurlijk alweer een stuk meer, had ik iets van in de 90%. Dus... Like. Lekker hoor. Ja, dat gaat mij dus zeg maar never nooit lukken. Nou ja, dat is hetgene, weet je wel. Ik heb zoveel Pokémon gespeeld. Alleen ik baal er een beetje van dat al die nieuwe games zeg maar voor de Nintendo 3DS zijn. Want ik wil best al die nieuwe spellen nog een keer uitspelen. Alleen het probleem daarvan is dat ze allemaal nog niet zeg maar... Ja, lekker illegaal bezig natuurlijk op de computer aan verkrijgbaar zijn zeg maar. Dat werkt nog niet. Dus ja, daar baal ik nog wel een beetje van. Want eigenlijk wil ik ze... fucking graag nog een keer uitspelen, maar ja, het zal op een gegeven moment waarschijnlijk wel komen. Oké, jij gaat hier een ding plaatsen. Ik heb trouwens ondertussen al 14 iron ore, 7 gold ore, 50 lapis, 29 redstone. Ik heb ook nog 4 iron ore voor je. Oh, jij hebt ook nog 4. Ja, we moeten wel even een betere kist maken ondertussen. Maar... Ja, zullen we dat boven neerzetten straks? Ja, is goed. Oh ja, trouwens, we hebben inderdaad, dat kan ik nog even laten zien aan de mensen, want we hebben hier natuurlijk een soort van huisje. Al, een boomhut, nou ja, geen boomhut, een toren is het meer. Alleen, what the fuck? Wat? Waarom staat die koe van ons staat op het dak? Staat die op het dak? Die staat op het dak van deze toren. Nou, chill. Ja, lijkt. Heb je... Oh, wat? Huh? Ik heb hem ook. Oh, ik wil ladders maken. Oké, wacht. Ik heb eerst sticks nodig voor een ladder. Godskaleren, zeg. Okay, een preinkill. Oké. Ja, voor de rest heb ik qua Pokémon niet meer heel veel te vertellen. Ja, ik kan er wel een heleboel over vertellen. Maar ik weet nog dat ik toen met mijn Pixelmon-serie en zo... heb ik ook dit soort afleveringen gemaakt als het ware. Dat ik gewoon over Pokémon ging praten. En over dat mijn moeder bijvoorbeeld helemaal Pokémon Yellow heeft uitgespeeld samen met mij. We hebben gewoon letterlijk met z'n tweeën toen het Pokémon-spel uitgespeeld. Ja. We gewoon af en toe allebei een stukje doen. Maar ja, dat vind ik ook wel grappig trouwens. Gewoon mijn moeder die Pokémon heeft gespeeld. Ja, precies. Was, zeg maar, ik was toen 6 jaar oud, denk ik. En dat ging over Pokémon Yellow. Dat was echt nog zo'n vierkant... waar kun je het mee vergelijken ongeveer? Echt zo'n vierkant blokje nog, weet je wel. Wat er dan in die Game Boy moest schuiven.
Echt zo'n heel oud dingetje. Ja. Ja, die weet ik nog wel, ja. Maar ja, dat was die tijd nog. Kun je nagaan, heel veel mensen die nu naar deze video kijken, hebben niet eens de release van de eerste Pokémon-spellen meegemaakt. Ja, precies. Gewoon bijna niemand, denk ik. Tenminste, wanneer was de eerste Pokémon? 1998? Volgens mij? Mm-hmm. Dus ja, kun je nagaan. Een groot deel die het niet eens kent. Want ik denk, ja, veel mensen die kijken, die zijn boven de 2000 geboren nu tegenwoordig. Ja. Dus... Heb ik nou serieus geen sapling? Oh my god. In ieder geval mensen, ja, we zijn dus op een nieuwe skyblock. We zullen ook wel een stukje verder alvast gaan, offscreen waarschijnlijk. Zodat we de volgende aflevering ongeveer weer waren bij waar we eerst waren. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren als je nieuw bent. En ja, mensen, tot de volgende video. Later.